Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en en geen financieel advies. En we gaan kijken naar Bitcoin. Die zag wel wat groen gisteren, maar werd neergeslagen door het nieuws van Biden. Wat kunnen we daarvan verwachten? En we gaan ook kijken naar een aantal altcoins. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En pas vooral op voor de spammers en scammers onder in de comments. En Waves is overigens ook een hele mooie stijging aan het doormaken. Is dit het moment om in te stappen of juist om uit? Te stappen we gaan het bekijken, in ieder geval. We beginnen met Biden, want hij gaat dus aankomende vrijdag, als het goed is, zijn executive order eh, tekenen. En dit zal ervoor zorgen dat de federal agencies eigenlijk moeten gaan laten weten hoe zij cryptocurrencies willen gaan reguleren. En de koersen die re reageerden er gisteren in ieder geval negatief op, ook omdat er een correlatie is met SP 500, overigens in mijn ogen. Maar dit kan ook voor wat meer onzekerheid zorgen deze week in de cryptocurrencies, totdat mensen eigenlijk doorhebben dat, ja, wat verandert er nu eigenlijk? Eén, is regulatie in mijn ogen goed, want de big boys om in te stappen hebben gewoon goede reguleringen nodig, zodat ze weten wat ze wel en niet kunnen doen en het kunnen verantwoorden naar hun uh, cliënten. En naast dat, de um, order will require federal agencies, blablabla, om later dit jaar om hun uh, voortgang te laten weten in hun reguleringen. Dus het kan nog wel tot eind dit jaar duren voordat we echt weten wat er gaat gebeuren. Dus een angstreactie op uh, dit nieuwtje ja, is in mijn ogen niet nodig, maar vaak zie je dat wel en daarna een ommekeer in de koers. In ieder geval een tijdelijk ommekeer, dus daar gaan we ook naar kijken. Ook interessant om te zien, 75,8% van de Bitcoin-supply heeft niet bewogen in de afgelopen zes maanden. En dat is dus indicatief voor het feit dat mensen het gekocht hebben en het niet aan het verkopen zijn. Ondanks de grote daling die we dus eigenlijk hebben gezien in de afgelopen maanden. Dus hieruit kunnen we concluderen, de hoddlers, de mensen die Bitcoin kopen en vasthouden, in ieder geval voor de lange termijn, die zijn niet aan het verkopen. Ethereum-biljonair adressen. En dat, is, dat zijn partijen, wallets, in ieder geval met 1 miljoen tot 10 miljoen aan Ethereum tokens. Dus dat is een heleboel. En we zien dus eigenlijk dat dat ja, toch wel een, een stijgende lijn is. Ondanks de flink dalende prijzen laten de Ethereum billionaire whales zich niet kennen. En dat zagen we ook, of zien we ook bij Cardano overigens. Dus wat weten de grote jongens? Hè? Wat weten de Wills wat wij niet weten? Is het een enorme overtuiging in de techniek? Zitten zij erin voor de langere termijn? Niemand die het zeker weet, natuurlijk. Maar uh, ja, als de big boys niet verkopen, moet je jezelf afvragen: moet jij dat wel doen? En dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de termijn waar, waar je naar kijkt. Dus als je nu koopt en je wil volgende week winst hebben, ja, dan uh, kom je misschien van een koude kermis thuis. Maar als je nu koopt voor de komende 5 tot 10 jaar, dan is het misschien een ander verhaal. Goed, de grafieken. We beginnen eerst even met SP 500. Dus eigenlijk als je ook even trans Bitcoin erbij pakt. Op de daily. Even deze erbij pakken. Kijk, de correlatie is in mijn ogen nog steeds vrij sterk. Je ziet eigenlijk ook een beetje dezelfde beweging. Dus pump, dump, pump, dump. Dus de correlatie is gewoon nog vrij sterk. En daarom blijven we ook de SP 500 in de gaten houden. En wat we afgelopen. Gisteren, afgelopen dag, dus gisteren zagen, was dus een verdere daling. En het was ook een goede daling, eerlijk gezegd. Um, en even kijken over de dag heen, heeft het uh, best wel veel teruggegeven natuurlijk hier. Het is een van de grootste dalingen die we in tijden hebben gezien op de S&P 500. Dus de bears die hebben daar zeker de overhand. En daarbij kunnen we dus kijken naar het volgende. Dus eigenlijk komen die verkoopgolven ook vaak in drie uh, fases. Dus hier heb je één. 2 en de vraag is gaan we hier nog een derde diepe fase krijgen en de koers die lijkt op de lage timeframes iets te herstellen nu maar zolang we onder de 0,382 blijven kan dit ook een uh, bear flag vormen en als die uitbreekt naar beneden dan zien we een technische target op de 40,93 en dat betekent dat bitcoin daarin ook mee zal gaan en het hoeft niet een bear flag te worden het kan ook iets van een rising wedge worden hoe dan ook. Um, er is veel ruimte voor de bears om hier een lower high te maken ten opzichte van deze high en die downtrend voor te zetten. En het breken van deze low hier op 4139 zal uh, meer perspectief bieden of inderdaad meer rood zullen gaan zien. De Bitcoin Futures. Gap die is gevuld tot haast op de dollar. En dus af en toe een discussie gaande: moet je nou naar de 4 uur kijken, moet je naar de dagelijkse kijken? Ik zelf hou altijd de dagelijkse in de gaten, eigenlijk. Want je ziet dat die, ik zie in ieder geval eigenlijk dat die altijd goed gerespecteerd wordt en daarop gesloten wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 4-uur-gap, dan zie je dat uh, tussen 4 maart en. 6 maart. Ja, er is nauwelijks een gap. Maar er is wel een gap gevuld, waarna de koers eigenlijk daar ook op af werd gewezen. En als je meer wilt leren over die futures grafieken, dan kun je op YouTube zoeken wat zijn futures gaps en daar leg ik het dan uit. Bitcoin op de daily. Dus da gisteren. Een wik omlaag, een wik omhoog. Dus er is flink wat volatiliteit gaande. En dit is meer een doji candlestick. Het is een beetje een neutrale candlestick. Maar over het algemeen, als je die aan het einde van een downtrend ziet, dan voorspelt dat vaak dat dit de bodem is en dat we meer groen kunnen zien. Maar als ze omhoog bouncen. Zelf ben ik nog niet erg boelisch daarop. De 50 daily moving average, de 12 hiermee, het zijn allemaal weerstanden. Dus als we hier komen in die witte box, wil ik daar een short uh, starten. En dat betekent niet dat ik uh, hier per se verwacht dat we naar die 34.000 zullen gaan. Maar dat is wel mijn uh, target waar ik in ieder geval deels in wil nemen. Ook hier op de 36.000. Maar zolang we onder die 40.500 zitten, ja, verwacht ik dat we dieper kunnen afzakken hier. Zelfs na de bounce, dus dan zou je zoiets krijgen. Hoe dan ook, um, dit zijn de tijden waarin veel mensen geld verliezen eigenlijk met de trader. Zonder dat dat nodig is. Want dit is gewoon zijwaartse chop eigenlijk. Hè? Dus je wil vooral eigenlijk dus de longs. Uh, hier rond de bodem, rond de 36 tot 34. En de shorts hier aan de bovenkant van de range of eventueel bij deze balk. Dus meer grotere trades in plaats van allemaal kleine trades. Want nou, je ziet het al op de lage timeframes, het is op en neer. Dat betekent niet dat je geen goede trades kunt maken, maar betekent vooral dat je vaker uh, een slechtere trade zult maken. Dus gisterenochtend had ik over een beervlek waarvan ik zei, ja, die, als die niet doorzet, is dat juist eventueel bullish en gisterenochtend om 10 uur in de premium Discord groep, nou beer flag zet niet door, dus ik krijg je ook van hoge risico trade, dus ik liet weten waar ik wil instappen, waar ik winst wil nemen, en daar heeft ook blijkbaar iemand winst van gemaakt, dus dat is mooi. Dus dit is die bear flag hier. Dus wat je wil zien is dat uh, de falling wedge hier eigenlijk support houdt, de onderkant. Dus de bear flag brak naar beneden uit. Maar die zette dus eigenlijk niet door. Maakt ook geen nieuwe low. En dat betekent dus dat de bears aanwezig zijn, maar niet heel sterk. En dat de pools vrij snel kunnen overnemen. En daarna, dus eigenlijk, um, ja, je zat niet in op uh, strength, hè, dus op de beweging omhoog. Maar ik dacht, nou, mooie pullback nadat we dus wat. Uh, zwakte van de beurs zien. Dus dat was een mooi moment om in te stappen. Technisch target is net niet behaald. Maar het advies was ook: hè, neem tussendoor gewoon winsten. En daarna maakte dus ook eigenlijk. Uh, even kijken, dit weghalen. Die falling wedge, die was ook nog steeds. En die kwam uiteindelijk voor 1, 2 hertesten terug. Maar gewoon niet heel erg sterk wat dat betreft. Dus die Falling Wedge die zal ook waarschijnlijk niet echt goed gaan uitspelen. Als we nog even uitzoomen naar de 4-uur-grafiek, toen zagen we gisteravond dus een goede sterke afwijzing. Overigens van de 100 Moving Average van de 4 uur. En daarna zagen we dus ook. Potentieel bullish divergentie vormen. Toen deze candlestick aan het vormen was, hadden we nog 3,5 uur te gaan. Tenminste, toen ik de update in de Discord deelde, gisteravond half tien, denk ik. Met het, uh, dat we potentieel bullish divergentie kunnen zien. High lows op de RSI, low lows op de koers. En dat heeft wel een bump in de prijs gegeven. Dus dat gaf in ieder geval de tijdelijke bodem aan. Maar we zien dus ook volume lager en aflopend. Dus niet heel erg sterk. En waar ik nu vooral naar kijk, is het volgende. Uh, als trade setups voor uh, potentiële trade setups voor de dag. En deze heb ik dus denk ik een uur geleden in de premium Discord groep gedeeld. En ja, dus eigenlijk drie trades die je uit zou kunnen halen. We zien hier in ieder geval een potentiële descending broadening wedge. Deze structuur, structuur die je hier ziet. En daar zijn dus drie trades uit te halen. Dus S&P 500 was nog niet heel erg sterk. Dus als we de support hier breken van de witte balk. Dan is een hertest, uh, een bearish uh, trade waard richting de 36.000 dollar. En een hoge risicotrade voor die descending broadening wedge is hier instappen ongeveer. En um, ik zei, je, we moeten boven die witte balk blijven. En die golden pocket support, daar moeten we vanaf bouncen. En dat zou de oranje trade zijn. En de meest veilige trade is natuurlijk. Uitbraak, hertest en dan zit de technische target hier op de 39,700. Maar we zouden daarbij kunnen doorschieten richting de 40 tot 40,5. Dus dat zijn ook punten waar je dan winst kunt nemen. Overal blijft het chop-chop, dus vanuit hier, zoals ik op de dagelijks eigenlijk al liet zien, verwacht ik eigenlijk eerder een afwijzing, een low high en wellicht ook door naar beneden. Ethereum. Um, doet vooral met Bitcoin mee en die laat een iets andere grafiek zien dan Bitcoin op dit moment. En hier zien we dus een falling wedge. En als die naar bovenuit breekt, dan zit je weer op die weerstand van de 26,52. Wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een gratis kennismakingscursus doen. Dan weet je wat traden is, dat leer je in ieder geval. En je wordt er in ieder geval een betere trader van met de kennis die je daarop doet. En als je echt volledige analyses zelf wil doen en weet hoe je in vrijwel elke situatie kan traden, dan kun je natuurlijk deel 1 doen. Long gaan, short gaan, leer je in deel 2. En je kunt natuurlijk ook een weekje meekijken in de Premium Discord groep. Voor de updates die ik over de dag heen plaats. En rechtsbovenin vind je een review met 5% korting op je referral of op je trading fees voor de rest van je leven, middels de referral link die je in de video review vindt. En ik laat in ieder geval weten daarin waarom ik zo'n fan ben van FTX. Dan de verzoekjes vanuit de comments. Dus maandag, woensdag en donderdag kunnen alle Crypto Insiders met me stemmen. En op dinsdag kunnen alle kijkers laten weten wat zij willen zien voor de dinsdag video. Dat doe je dan natuurlijk in de maandag video. En een verzoekje was Quant. En daar zien we dus eigenlijk ook weer de mooie Wall Street Street. Uh, sorry, de Wall Street Cheat Sheet, de Psychology of a Market Cycle. Als je het niet kent, ga je er absoluut in verdiepen. Een van de belangrijkste dingen, emoties in het traden, in het investeren. En je ziet hier eigenlijk ook weer een hele mooie. Dus eigenlijk een uh, disbelief fase, de accumulatie fase, de enorme pump die je hier ziet. Euforische uh, gevoelens die je hierboven hebt. En vervolgens krijg je de flinke dump. En als we ook kijken naar, uh, naar zo'n blow-off top, want dit is eigenlijk gewoon een blow-off top beweging. Welke ik ook in Bitcoin had verwacht en die we dus nog niet hebben gezien, en nog steeds een reden waarom ik denk dat we niet aan het einde van de bolcyclus zitten, of in ieder geval van de stijging, is het volgende: eh, 80% eh, daling. En dat is wat je dus ook vaak ziet. Dus volgende keer, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik zal het blijven herhalen. Als je dit soort bewegingen ziet, als je enorme winst hebt gemaakt, neem winst: 10%, 30%, 50%. Neem iets van winst, want dit is eigenlijk. Vrijwel altijd wat er gebeurt. En even kijken. Um, wat ik ook nog wilde vertellen over Bitcoin, overigens. Wat ik. Uh, he, want ik ben bullish voor Bitcoin. Maar er is iets wat mij nog een beetje tegenhoudt om super, super bullish te zijn. Ondanks dat de blockchain-data eigenlijk wel bullish is. Sorry voor het heen en weer gaan. Maar wat ik eigenlijk nog een beetje mis in Bitcoin is het volgende. Het is echt capitulatie. Dus de vraag is eigenlijk: zitten we nu in deze accumulatiefase? Dus ik heb al eerder laten weten: ik geloof wel dat dit een grotere accumulatiefase is. Daarbij zouden we de 30k nog aan kunnen raken. Misschien hebben we nog een fake-out richting de 27 tot 24 voordat we weer naar boven gaan. Want eigenlijk wat we hier zien is: hebben we dus deze fase en gaan we gewoon zijwaarts? Of hebben we deze fase eigenlijk en moeten we nog zo'n capitulatie low krijgen? Want we missen bij deze daling naar beneden eigenlijk echt capitulatievolume. Dus hier heb je hoog volume, hier heb je hoog volume. Bij deze hadden we ook hoog volume wat echt de bodem aangaf. Maar hier hebben we dat eigenlijk nog niet gezien. Dus dat zouden we nog kunnen krijgen. Misschien deze maand, uh, afhankelijk van wat de Fed-meeting gaat doen. We gaan dat zien in ieder geval. Goed, terug naar Quant. Dus dit is in mijn oog typisch een uh, Wall Street cheat sheet. We zien hier wel consolidatie. Dus als we verder. In gaan zoomen. En voordat we dat doen. Dus wat je vaak krijgt na zo'n blow of top. En een 80% daling, is gewoon een zijwaartse. ...accumulatie eigenlijk, want dat is eigenlijk het mooiste moment om weer bij te kopen. Dus als je gelooft in het project, dan zit de accumulatiefase in mijn ogen... Te, ...tussen de 104, sorry, 156 tot 164 en hier de bodem rond 83 tot 98. En dan wil je natuurlijk hier in de accumulatiefase onder inkopen. We zien ook dat er een uh, constrictie gaande is, consolidatie dus. De koersen die zijn aan het samenknijpen, low highs... En ook weer higher lows. En dat betekent dus dat er wel weer een beweging aan zit te komen. En in dit geval ja, kan die heel spannend zijn. Verwacht ik niet. Zelfs bij een uitbraak naar boven kun je dus eigenlijk dit krijgen. Om vervolgens daarna weer vrolijk naar beneden te gaan. Kunnen natuurlijk ook meteen door naar beneden. En dan zou het interessant zijn om hier deze, als deze opwaartslijn uh, support wordt gebroken, die bears te hertesten richting de 83 Dollar eigenlijk en daaronder is er niet veel support tot aan de 56 mochten we de support hier breken op de 83 dollar. En als we dus hier komen aan de bovenkant van de range, ja, dan zou ik daar gewoon een short willen starten bij een afwijzing met een stoplos boven deze high hier op de 161. En dit zijn swing trades, dus het kunnen, kan nog weken duren voordat die dingen uitspelen natuurlijk. Maar vervolgens verwacht ik eigenlijk. Ja, vooral een accumulatiefase. En dat kan ook weken, zo niet maanden duren. En dan moet je dus hopen dat deze cheatcyclus eh, zich weer opnieuw gaat eh, vormen. Dus accumulatiefase, accumulatiefase en dan de nieuwe stijging. Ja, dan krijg je dus woem, op die manier ongeveer. Goed, dus dat voor kwant. Dan gaan we door naar Waves. Want die maakt dus een mooie stijging. Mijn vraag aan jullie kijkers. Is dit een mooi moment om in te stappen op waves? Mijn analyse is in ieder geval nee. Uh, RSI, flink overbord. Kan wel hoger natuurlijk. Uh, als je kijkt naar horizontale weerstanden is dit wel een hele mooie stijging. Maar ja, je koopt eigenlijk dan in FOMO en dat wil je dus niet. Want na FOMO ja, krijg je vaak een goede dump. En dit kan wel hoger. Maar goed, uh, waves die heeft een, uh, een geschiedenis van pumps en dumps, pumps en dumps. Pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump. Dus Waves is niet uh, een coin waar je in wil blijven zitten als de correctie eenmaal start. Potentiële trades die wel interessant zijn, eh, is als je bijvoorbeeld weer terugkomt richting de golden pocket van deze stijging, als we hier worden afgewezen, richting de 200 daily moving average, en daar eigenlijk weer van afbouncen. Maar de vraag is, hoe ver kom je dan? Kom je dan weer terug richting de 24? Of ga je naar de volgende weerstanden 28 en potentieel dan de 33 tot 35 ongeveer. Dus dat is eigenlijk gewoon even afwachten. En ook je stoploss zetten. Dus zodra die bounce is geweest, wil je ook je stoploss zetten. Want waves die gaat de andere kant op. Dat doet het eigenlijk altijd. Dan wil je er niet meer in zitten. Overigens was hier ook een mooie accumulatiefase geweest. Dus pump, dump, accumulatie. Wel wat korter. Deze heb ik ook niet gepakt, maar dat zie ik nu. Dus dat is een mooie trade. Was dat geweest in ieder geval. XRP, even kijken wat we bij XRP zien, is het volgende: uh, 23 februari deelde ik het al in de premium Discord groep van mij, niet de Crypto Insiders groep, uh, dat de SEC waarschijnlijk de zaak gaat verliezen tegen XRP, en dat is volgens iemand uh, van de SEC zelf eigenlijk, of een ex-member van de SEC, ja, dus former SEC official member, en die zegt dus ook dat de SEC het waarschijnlijk gaat verliezen, wat positief uiteindelijk is voor XRP, maar Um, in de tussentijd, als Bitcoin een verdere daling krijgt, kan ExorPino rustig weer teruggaan richting die 60 cent eigenlijk. En ook hier zien we op de korte termijn in ieder geval consolidatie. En dat betekent ook hier dat er een uitbraak zal gaan komen. En ja, dit kan beide kanten op, dit soort consolidatie. Ik ben hier niet per se bullish, niet per se bearish. We zien hier ook een iets grotere symmetrische driehoek zelfs nog ontstaan. Dus het is in zijn algeheel eigenlijk het is sowieso. Consolidatie, want je ziet high lows en low highs, dus het is eigenlijk één grote consolidatie voordat er een uitbraak komt. En wellicht dat je dus een hele goede pump krijgt vanuit deze gele consolidatie. Als de rechtszaak inderdaad ook echt verloren is, maar niemand die zeker weet wanneer dat is. Uh, indicaties daarvoor zal je waarschijnlijk kunnen krijgen als de koersen eenmaal al wat meer aan het uptrenden zijn. Want dat betekent dat insiders eigenlijk al weten dat ze gaan winnen. En dan zie je dus eigenlijk al dat er een stijging gaande is voordat er echt uitbraak komt op het nieuws. En natuurlijk zal na het nieuws uh, weer een goede dump komen. Want dan gaan die insiders verkopen. Goed, uh, dus korte termijn consolidatie kan beide kanten op uitgaan. Trade de uitbraak. Dus. Uitbraak, hertest en dan naar boven heb je een weerstand hier rond de 90 cent weer en naar beneden heb je het over support op 66 tot de 60 cent. Goed, dat is het voor deze video. Ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.